Dag mijn lieve Soul Searchers, mijn naam is Barbara en dit gaat een algemene reading zijn voor mijn lieve maagd voor februari 2021. Algemene reading, dus neem wat voor je past en laat er eens liggen. Kijk dan eerder naar het sterrenbeeld in jouw maan, Venus of dan wel je ascendant staat. Ik zal aan het einde van deze reading ook een antwoordenkaart nemen. Dus heb je een vraag wat je met ja of nee kunt beantwoorden, hou die vast tot het einde, dan krijg je het antwoord. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Het is volledig gratis. Blijf jij op de hoogte wanneer er iets nieuws gepost wordt. En laat mij weten dat je resoneert. Op deze manier connecteer je ook met mijn energie. Dus dan is de kans groter dat ik voor jou ook kanaliseer, channel, berichten voor jou. En het sterrenbeeld met de meeste likes wordt in het vervolg ook als eerste geüpload. Dus dan heb jij de eerste reading van de nieuwe maand als eerste binnen. Volg mij ook op Facebook. Alle linken, ook naar mijn website, vind je beneden mocht je een privé-reading willen boeken. Dan gaan we eraan beginnen. We hebben twee orakelkaarten, uiteraard. Maagd mag meer, vind ik. De zoektocht. Je verloren voelen, verwarring, eenzaamheid. De zoektocht. En zuivering met het vuurelement moet de naakte waarheid heel zijn. Geladen, maar mooi, heftig. Het vergt ook moed om bepaalde dingen te zuiveren, om die zoektocht aan te gaan. Het kan eenzaam voelen, zo'n zoektocht. Dat is ook een feit. Ja, die zoektocht kan op heel veel manieren zijn en die zuivering natuurlijk ook. Emotioneel zijn er dingen die je nog los moet laten. De naakte waarheid, ja, ik krijg hier een beetje ook van het gevoel over de maatschappij en de informatie die we krijgen, dat dat verwarring met zich meebrengt. De naakte waarheid onder ogen durven zien, vraagt moed. Dit is een zoektocht, het is een eenzame zoektocht soms, kan het zijn, want je directe omgeving is niet per definitie mee. Kan het gevoel geven verloren te voelen, verloren te zijn. Ik krijg alweer veel te veel kaarten. Ik ga dus met het tarot verder. Ik zal iets meer dan vier kaarten nemen. Maar de eerste cluster is de huidige energie. De tweede is de uitdaging op dit moment. Voor mijn lieve maagd, februari 2021. Voor maagd, wat is de uitdaging? Alsjeblieft. Veel te veel uitdaging alweer. Het advies, de keizerin, dat was tenminste duidelijk. En wat is dan de uitkomst, alsjeblieft? Wat is de uitkomst van deze reading, alsjeblieft, voor mijn lieve maagd? Waar gaat dit heen? Geen uitkomst. Dank u. Oké. Onder op het dek, de dwaas. Frisse start, een sprong in het diepe, in het onbekende. Dat kan inderdaad, ja, dat is letterlijk een zoektocht aangaan op zich. Hij doet het inderdaad alleen. Maar heeft daarin wel vertrouwen. Vertrouwen in de goede uitkomst, vertrouwen in zichzelf, vertrouwen in het universum. Dus is er iets waar je een sprong in het diepe, een volledig nieuw begin wilt creëren, maar lukt het nog niet? Voelt het nog verwarrend, akelig, eng? Zijn er nog dingen die geheeld moeten worden voordat je die sprong in het diepe kan nemen? We gaan het zien. In de huidige energie hebben wij van alles. De zeven van staven. Vechten voor waar je waard bent, obstakels aangaan, jezelf overstijgen, je uitspreken. Ik bedoel, deze neemt een staaf en die verdedigt zichzelf, verdedigt zijn mening, zijn standpunt, waar die voor staat. We hebben de vijf van zwaarden, conflict. Dat past wel bij elkaar op zich. Conflict met anderen om je heen en je staat sterk en je staat, en dat vraagt moed, om je standpunt te verdedigen. En de tien van staven. De tien van staven is, ja, voor mij de pre-burnout kaart. Dus dat is
bijna het einde. Dit is het einde van een hele vermoeiende cyclus. Begin van iets nieuws. Dit is heel veel taken, heel veel verantwoordelijkheden, heel veel kopzorgen, heel veel staven. Die je bij elkaar houdt, die je vasthoudt. Maar het zijn er zoveel. Je ziet ook niet meer waar je naartoe loopt, waar je naartoe gaat. Je blijft gaan. Een beetje als een kip zonder kop krijg ik bij deze een beetje het gevoel van, omdat je ook niet meer ziet welke kant het opgaat. Ja, verwarring. Het kan ook vermoeiend zijn inderdaad, als je dat gevoel hebt van eenzaamheid, omdat dat misschien alleen te moeten doen of er alleen voor te staan. Omdat er misschien conflicten zijn met de omgeving. We gaan het zien. Want in de uitdaging hebben wij van alles. Oef, oké. We hebben de vier van staven. Stabiliteit. Het kan spreken over een huwelijk. Dit is iets te vieren hebben. Het kan een stabiele relatie zijn. Een lange termijn relatie. Waar inderdaad met de twee van kelken veel liefde is. Dat kan spreken over een zielsverwant. En ja, veel liefde. We hebben de twee van pentakels. Nog een twee. Twijfel. Multitasken. Heel veel balletjes de lucht inhouden. Maar ook twijfelen. Ga ik linksom, ga ik rechtsom. Nog een twee. Oh, drie tweeën. Wauw. Allemaal bij de uitdaging. Tweeën spreken over partnerschap, over balans. Dus duidelijk is het een uitdaging om een evenwicht te vinden. Om een balans te vinden. Om misschien een partnerschap aan te gaan. Of los te laten. Een nieuw begin. Of kiezen. Want de twee van zwaarden is iemand die ja, emotioneel afgesloten is. Geblinddoekt is, dus die ziet ook niet. Die ziet het niet. En zit heel veel in haar hoofd. En kan daardoor niet kiezen. Door al die verschillende gedachtes. Dus sta je op het punt om een sprong in het diepe te wagen. Maar kun je niet kiezen? Want tussen al die tweeën hebben we dus de vier van staven. Dat spreekt over stabiliteit. Lange termijn relaties. Verbindingen. Connecties. Familie. En de schildknaap van pagen. Dat is de avonturier. Dat is een nieuwe kans, een nieuwe mogelijkheid op gepassioneerd niveau. Een avontuur aangaan. Letterlijk een sprong in het diepe nemen. Dus twijfel je tussen wat je kent, wat je weet, wat je altijd hebt geweten en waar je staat. Of een avontuur aangaan. Een sprong in het onbekende, onbekende. In het diepe te nemen. In het advies hebben wij de keizerin. De keizerin. Ja, ik krijg hier al inderdaad best wel veel alleen gevoel. Alleen in de strijd, jezelf verdedigen. Ook al hebben we dus hier nog maar heel veel tweeën. De keizerin heeft in principe niet per se iemand nodig. Dat betekent niet dat ze altijd single moet zijn, helemaal niet. Voor mij is dat ook de manifesterende persoon ten top. Zij weet hoe zij manifesteert. Zij vertrouwt in zichzelf, in het universum. Die ook. En daardoor trekt ze eigenlijk alles naar haar toe. Dit is de vruchtbaarheidskaart, dit is de oogstkaart, dit is de overvloedkaart. Dus zie jezelf als de keizerin en ook al ben je man, kan dat ook. Waarbij je alles naar je toe trekt, de mooiste dingen voor jezelf manifesteert. Maar ik zeg, zij is ook heel onafhankelijk, sterk, weet wat ze waard is. En laat de mening van anderen volgens mij hierbij glijden. Want ze weet het van zichzelf. En we hebben dan de uitkomst, de zes van zwaarden. Dit is varen naar rustige vaarwaters. Dit is iets achterlaten wat je niet meer dient, wat vermoeiend. Dit is de zes van zwaarden. Hier hadden we de vijf van zwaarden. Dus het conflict achterlaten. Je neemt mee wat je mee kunt nemen. Je zorgen, je kopzorgen, je familie. Maar je laat iets achter wat vermoeiend, wat conflictueus, wat verwarrend was, om te varen naar rustige waters. Ik ben zeer benieuwd waar dit naartoe gaat. Wij gaan even zien. Dus, verklaar de huidige situatie, de huidige energie voor mijn lieve maagd. Pop, pop, pop.
Aha. Voor februari. Ja hoor, de 7 van staven hieronderop. Verdedigen. Boven de obstakels staan, maar het ook aandurven gaan. Conflict aandurven gaan. Strijden voor wat jij wilt, wat jij waard bent. Wij hebben hier een hele mooie aas. De aas van pentakels. Dus ja, dit nieuw begin kan op materieel niveau zijn. Heb je iets in gedachten wat een volledig nieuw begin zou kunnen zijn? Of een nieuwe richting op zijn minst. Materieel niveau, dus dat kan zijn een nieuw huis, een nieuwe job, een zelfstandige onderneming. Iets nieuws op materieel niveau. Maar ben je het nog precies, voelt het als een uitdaging, ben je het nog aan het vechten? Is het naar aanleiding van van conflicten om je heen dat je denkt van ik wil iets nieuws? Want dit kan absoluut op het werk zijn. Dat er veel conflicten zijn, dat het oververmoeiend is. En dat je beu bent om voor jezelf te moeten vechten iedere keer. Dat kan. Want we hebben hier nog de 8 van zwaarden. Het gevoel vast te zitten. Dit is wel een illusie. Dit is het gevoel vast te zitten, maar dat zit in je hoofd. Dat is door angsten, door negatieve gedachten, door misschien door loyaliteit en gehechtheden van. Dus dat hoeft niet per se negatief te zijn. Maar eigenlijk zit je niet vast. Bijvoorbeeld, ik kan mijn job niet achterlaten, want ja, anders stort het bedrijf in. Iedereen is vervangbaar. Ook al ben jij heel belangrijk, iedereen is vervangbaar. Dus ook al voel je je verplicht om te blijven, maar het voelt precies niet goed. Dat gevoel dat je vastzit, zit in je hoofd. We hebben de 4 van zwaarden. Heling, rust, pauze. Ja, dat het vermoeiend. Dit is voor mij de pre-burn-out kaart, nogmaals. Dus als dit over werk spreekt, ben je wel redelijk uitgeput. Maar je hebt het gevoel dat je niet kan stoppen met door blijven gaan. Je zit vast. We hebben de 6 van zwaarden. Hier hadden we al de 7 van zwaarden. Het aanvechten, dit is overwinnen. Daarvoor hebben we de 5, dat is een intern conflict. Met al die tweeën zou het wel zijn. Dus je wilt de situatie van de ene kant wel overstijgen. Er valt hier iets te overwinnen. Maar dat zijn wel twee hele tegenstrijdige energieën. Vastzitten, uitgeput zijn, moe, rust. En heel veel in je hoofd. Ik bedoel, de zwaarde is. En een nieuw begin, een overwinnend gevoel. En ja, de aandacht krijgen die je verdient. De waardering krijgen die je verdient. Financiële waardering, aandacht, maar ook aanmoediging. Dus dat voelt heel dubbel. Daar ligt die strijd precies. Misschien krijg je niet wat je verdient. Vandaar dat het ook zo vermoeiend voelt, want het is niet in evenwicht. Je geeft veel meer dan dat je terugkrijgt. En dit is wat je wilt. Dus, nee. Dit gaan we niet doen. Oké, deze waren dan al iets gelijk. Oh, wauw, oké. Dus de uitdaging. De uitdaging is een dwaas. Oh ja. Een sprong in het onbekende nemen. Een sprong in het diepe. Een nieuw begin voor jezelf creëren. En van de ene kant ben je avontuurlijk genoeg om het te willen, om het te doen. Het idee heb je, precies. Het gevoel heb je in ieder geval. Maar durf je je hart te volgen of blijf je in je hoofd zitten? En blijf je in je hoofd vastzitten vooral. Want die dwaas wordt wel vergezeld met de justice, dus gerechtigheid. Weegschaalenergie. Dit is een beslissing nemen. Wat in akkoord is tussen je hoofd en je hart. Dit is eindelijk gerechtigheid. Een beslissing nemen dat juist is voor jou. Niet voor je partner. Niet voor de mensen om je heen. Niet voor je collega's. Niet voor je baas. Voor jou. Maar we hebben hier ook de koningin van zwaarden. De koningin van zwaarden. Die neemt ook beslissingen. Maar dat is. Die luistert niet echt per se naar haar hart. Dat is gewoon rationeel. Dat is hard. Dat kan keihard zijn.
Dat is ook dingen af wegsnijden die jou niet meer dienen, die jou schaden. Dus ik krijg hier een beetje het gevoel dat je van de ene kant een. Goh. Als je je hart zou volgen, zou je die sprong in het diepe willen nemen. Maar rationeel. Ja, het zit in de balans. Het is moeilijk om die beslissing te nemen. Met zoveel tweeën, dat zal wel zijn. Heel veel twijfel. Volg je je hart, neem je de sprong in het onbekende? Of blijf je rationeel in je hoofd vastzitten, maar daardoor meer zien in beperkingen in plaats van in mogelijkheden? Wat is de keizerin dan in het advies? Wat moeten wij doen? De ridder van Pentakels. Overnieuw. De ridder van Pentakels, alsjeblieft. Verklaar de keizerin, alsjeblieft. De kei. De negen van zwaarden. En de vijf van kelken. De hermiet onderop. Daar zitten wij. De maagdkaart. Dus ja, de ridder van Pentakels is wel iemand die weet wat hij wilt en concrete stappen zet. Het is niet de snelste ridder. Dus onze energie, aarde-energie, is vooral stier, maar ik kan absoluut jou representeren op dat moment. De stap de juiste richting op nemen. Een ridder is sowieso, dat is goed nieuws, dat is een boodschapper, dat is iets. Ja, beslissing kunnen nemen op materieel niveau. Dus voor sommigen kan het absoluut inderdaad over werk spreken. Pardon. Want we hebben ook de negen van zwaarden. Dit is slapeloze nachten, veel kopzorgen, weer al zwaarden. Ja, ik krijg hier een beetje met de keizerin. Geeft ook aan, ik bedoel, wat je geeft, krijg je terug. As above, so below. Als jij in je hoofd in het rationele blijft zitten, dit creëer jij zelf. Die slapeloze nachten, dat gevoel vast te zitten, die uitputting, die mentale uitputting die je hier voelt, creëer je zelf. Het wordt tijd dat je inziet dat jij je eigen realiteit creëert, precies. Ik wil nou niet belerend klinken, maar hè. Het is een advies van het universum. Ziet dat jij je eigen wereld creëert. Wil jij dit? Of dit? Of dit? we hebben ook de vijf van kelken. De vijf van kelken is effectief iemand die gefocust is op... zo'n beetje rouwende kaart. Iemand die gefocust is op wat omgevallen is. Wat niet meer is, wat niet meer bestaat, wat kapot is gegaan. Wat niet meer fijn is, ook niet. Nee. Maar er staan nog twee hele mooie kelken achter... Alleen deze persoon is zo gefocust op het negatieve, dat en daarin rouwende, dat hij niet ziet wat de andere mogelijkheden, wat deze situatie eigenlijk met zich meebrengt, wat dat dan betekent. Het mooie van alles wat wij kwijtraken, wat wij verliezen, ook al is het af en toe vervelend en pijnlijk, creëert ruimte voor iets nieuws. Voor overvloed, voor een nieuw begin. Dat het akelig, hè? Want ik zit nu te zien naar die zoektochten, dat verloren voelen. Ja, de negen en de acht van zwaarden, ik bedoel, dat is verwarring, dat is eenzaamheid, dat is inderdaad je verloren voelen. Maar deze zoektocht, als je dat achter je laat, ja, zuivering, dus inderdaad de moed om de naakte waarheid in te zien en jezelf te helen, maar ook dat achter te laten. Voor jezelf kiezen krijg ik heel sterk met de keizerin. Welke situatie dit ook, wat die kopzorgen jou bezorgt, wat het dat ook is,
Kies voor jezelf, wees lief voor jezelf, wees je eigen moeder. En de Ridder van Pentakels spreekt voor mij ook echt van, begin al de stappen te zetten, ook al is het langzaam, ook al zijn het babystapjes. Zet dan stappen richting wat jij wilt, waar jij blij van wordt. Het hoeft niet zo'n grote sprong in het onbekende te zijn in één keer, maar begin al concrete stappen te maken. Langzaam, maar zeker. Dan voelt dat misschien ook wat minder akelig. En wat is dan deze uitkomst alsjeblieft? Dank u. De 9 van Pentakels. Dat is mijn kleine keizerin. Sterk, onafhankelijk, weet wat ze waard is. De kleine keizerin plukt de vruchten van haar eigen werk. Wat ze doet, waar ze heel blij en tevreden en trots op is. Ah, hier hebben we hem. De 4 van zwaarden. Die stabiliteit, dat kan een relatie zijn, dat kan... Ja, wat dit dat ook voor jou representeerde in de uitdaging, die stabiliteit. We gaan even zien, de 5 van zwaarden, nog een keer. God, die zijn er alle twee, hè? Oh, ja, nee. En de 8 van staven. 8 van staven is communicatie, snelle verandering, vooruitgang, positieve dingen. Communicatie, snelle communicatie. Met die 5 van zwaarden, dat is dat conflict. Voor sommigen kan het absoluut ook spreken over een relatie. Waar je op dit moment een beetje een gevoel hebt vast te zitten. Waar je continu moet vechten voor wie je bent, wat je waard, wat je vindt. Dat je je daarin eenzaam voelt. Dat die partnerschap niet in balans voelt. Dat dat heel vermoeiend is, met heel veel kopzorgen. En dan is inderdaad nog steeds het advies. Kies voor jezelf, blijf bij jezelf, wees lief voor jezelf. Ik voel hier wel nog steeds met die dwaas 2 keer het gevoel van... Zij is onafhankelijk. Dus als dit een hele vermoeiende, pijnlijke, vervelende relatie is, wat niet in balans is, krijg ik hier een beetje het gevoel dat je voor jezelf moet kiezen. Betekent niet per definitie direct het einde van de relatie. Maar wel met die Ridder van Pentakels concrete stappen zetten richting wat jij wilt. En het ook uitspreken. En de stappen zetten, iets achterlaten wat jou niet dient, wat vermoeiend is, wat pijnlijk is, waar je het gevoel had de zoektocht aan durven te gaan. En dat conflict achter je te laten, dat gaat wel... Want dat is hetgeen wat er nu aanwezig is. Dat ga jij in de toekomst achterlaten op het moment dat je jezelf gaat zuiveren. De moed gaat hebben om voor jezelf te kiezen. Heel zijn, ja, als er iemand heel is, is het de keizerin, hè? Dat is een feit. Oké. Ik weet niet of het voor jou duidelijk is. Voor mij niet echt. Ja, het is op zoveel fronten toepasbaar dat ik het niet weet. De koning van pentakels. Maag, sier, steenbok energie. Wees assertief wanneer je weet dat iets juist is. Alles gaat zoals jij wilt, een goed mens of bedrijf om voor te werken. Voor mij is de koning van pentakels ook financieel onafhankelijk, sterk, ja, stabiel, overvloedig. Dus mocht deze sprong in het diepe bijvoorbeeld een zelfstandige onderneming zijn, kan het zijn dat jij de koning van pentakels moet representeren en dat het dus
financieel goed gaat lopen. Het kan zijn dat je hulp krijgt financieel van iemand. Dan hebben wij de aas van winter. De aas van de zwaarde. Laat je niet afschrikken door moeilijkheden op je pad. Het is belangrijk helder en correct te communiceren. Communicatie is precies wel een thema hier. Geweldige nieuwe ideeën die uitgevoerd zouden moeten worden. Je weet het. En de dromer. Wauw. Oké, dus ik heb 3 dekken gebruikt. Ik heb 3 keer de dromer. Het is duidelijk de sprong in het diepe. 3 keer. Jongens, dit is niet te doen. Omhels je ware lotsbestemming. Begin een nieuw avontuur. En heb vertrouwen in jezelf. Ik krijg ook heel sterk het gevoel van manifesteren. Wat ik zeg met de keizerin, zij kan manifesteren. Zij weet hoe ze de wet van aantrekkingskracht kan gebruiken. Ik zal in de beschrijving van deze video, ik heb een filmpje gemaakt over manifesteren, wat ons vaak een beetje tegenhoudt, waardoor het soms misgaat en wij de verkeerde dingen dus aantrekken. Wie weet, heb je er wat aan? Kun je dat filmpje zien? En onderop hebben wij de zegenwagen. Succes door toewijding en zelfdiscipline. En dat is echt wel, met de ridder van pentakels is dat ook. Dat is traag maar gestaakt, dat is doorzettingsvermogen, dat is toegewijd zijn. Het vieren van je prestaties. En met 2 keer de 4 van staven, wat ook echt iets te vieren valt. Een nieuwe stabiliteit, dat kan een volgende stap in een relatie zijn. In de schijnwerpers komen te staan. De zegenwagen. Ja, dat is de teugels in eigen handen nemen en vooruit gaan. Boogschutterenergie. Oké. Nou, die dromer. Ik vind het... Ik weet niet welke sprong in het onbekende jij wilt nemen. Maar ik blijf erbij. Al zijn het kleine stappen. Dit is iets stabiels. Dit is iets concreets. Wat je op aan het bouwen bent. Ziet dat jij de keizerin bent. En eigenlijk alles in eigen handen hebt. Je zit niet vast. Ook al lijkt de situatie om je heen misschien dat wel aan te geven. Je zit niet vast. Wat jij wilt kun je krijgen. Je moet alleen een stap durven zetten. Dus, dan zijn we aangekomen tot het antwoordenkaart. Dus heb je nog geen vraag kunnen formuleren die je met ja of nee kunt beantwoorden, zet de video anders even op pauze. Want dan gaan we nu het antwoord krijgen. Het antwoord is ja. Een hele volmondige ja. Voilà. Dus wees de dromer. Wees de dwaas. Misschien niet super rationeel. Maar volg zijn hart en heeft vertrouwen in het universum en in zichzelf. En durf daardoor zonder al te veel bagage, want die heeft hij losgelaten, gezuiverd, geheeld. Maar de zoektocht, 3 keer de dwaas en onze avonturier. Ik weet niet welk avontuur je gaat... Je in je hoofd hebt in ieder geval. Maar het ziet er spannend uit. Ik wens je een fantastische maand februari toe. Durf te dromen en durf je dromen te verwezenlijken. Like, deel, abonneer, klik op het belletje. Blijf je op de hoogte wanneer ik nieuwe video's post. Ik heb voor 2021 ook een hele, voor het hele jaar voor ieder sterrenbeeld een reading gedaan. Als je deze nog niet hebt bekeken, kijk die zeker. Misschien haal je daar nog extra boodschappen uit. Ik dank jullie wel voor het kijken en ik zeg tot snel.